op 19 april 2012, vorige week donderdag om precies te zijn, overleed Lee Von Helm. Lee Von Helm, zanger en drummer van de legendarische popgroep The Band. The Band, u zult misschien zeggen. The Band was in de jaren 60 een zeer invloedrijke band, die uiteraard Bob Dylan nog heeft begeleid. Maar zij zijn begonnen als Leaven and the Hawks, als achtergrondband van Ronnie Hawkins. Op 19 april overleed de zanger en drummer Lee Von Helm. Vandaar dat we dit eerbetoon maken aan deze rockgeschiedenis in de persoon van Lee Von Helm. Ja, Lee Von Helm, de band, iedereen kent, althans de muziekliefhebbers, kent natuurlijk The Last Waltz. Film van Martin Scorsese over het afscheidsconcert van de band waarbij ze heel veel bekende grootheden als gast hadden, waaronder Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Neil Young, Joni Mitchell, Dr. John, Muddy Waters, Paul Butterfield en ga zo maar door. Geweldig document. Maar het is begonnen als achtergrondband van Ronnie Hawkins. En dat was een rockabilly. In de tijd dat je speelde en met gaas zeg maar beschermd werd voor de bierflessen, dat was in die periode. Maar daarna pikte Bob Dylan de jongens op. Toen heette ze nog The Hawks, naar aanleiding van Ronnie Hawkins, maar al heel lang nam Bob Dylan dan de band mee en het was dan de band. Ja, dus langzamerhand is dat zo gegroeid. Een klein stukje laten we zien van Bob Dylan en de band uit 1968. We hebben zojuist Dylan en de band gezien met Leaven on drums. Paul, welkom. Je bent aangeschoven bij ons. Dankjewel. Leuk dat je tijd hebt willen maken. Bekend drummer, bossenaar, ook belangrijk. Zeker, zeker. Paul, wat maakte Leaven Helm nou zo bijzonder als drummer? Wat hem speciaal maakt is dat hij dus zijn zang en de combinatie met zijn drum feel. Dat liep niet synchroon, maar dat maakte het namelijk ontzettend lekker. Ja. Het was een basic basis groove en zijn stem liep daar gewoon overheen. Precies. Ja. Dat liep niet het leek net alsof hij te laat kwam, maar het kwam niet te laat natuurlijk. In de zin, als hij zong, natuurlijk een briljante stem, wat ik daarvan van vind, dat moeten de kijkers zelf uitvinden, maar... Je kon niet de vinger opleggen wat nou precies het was. En dat was de combinatie van zijn zang en zijn drum. Waarom vraag ik me altijd af, hè? Want je hebt natuurlijk hele goede technische drummers. Zeker. Waarom zijn alle drummers, hè, of in ieder geval heel veel drummers, waarom waren die nou zo begeisterd van Lee Van Helm? Ja, het heeft ook een beetje te maken met wat ik net al zei, dat de combinatie van briljant zingen en dat hele luie, luie feel, dat maakt het wat het lekker was. Ja, we hebben bijvoorbeeld een paar maanden geleden hebben we Rosblues opgenomen en toen heb ik Bob Dross gesproken. Die ken je? Barrelhouse, drummer van Barrelhouse. Precies. Toen hebben we het ook over Lee Van Helm toevallig gehad. Ja. Wellicht kunnen we er even naar kijken.
Oké, leuk. Ik vind Lee Van Helm een drummer naar mijn hart, omdat hij niet alleen een hele eigen stijl heeft, niet technisch is ook. Maar dan denk ik, ja, waarom moet dat nou zo zijn? Als je de band hoort, hoor je Lee Van Helm, je hoort zijn stem, je hoort drummen, je hoort dat hij die band maakt. Ja. En waarom is dat zo'n ontzettende, beroemde, fantastische band? Niet alleen door Robbie Robertson. Nee, nou... Nou ja, niet alleen, nee. Niet alleen, nee, toch? Nee. Bedoel, er zijn vijf grote... fantastische muzikanten. Ja, daarom. Maar hij is er dus niet de minste in die band. Nee, ook Bob is zeg maar toch, hè, heeft toch ook zijn passie voor Lee Van Helm, laat hij dan toch spreken, samen met mij natuurlijk. Omdat juist. Kijk, voor mij was Lee Van Helm, je moet je voorstellen, The Last Waltz. Kunnen we wel zo onderhand naartoe gaan. Als een soort van handleiding, zeg maar. Ja, Les Walsh. Ik ben en was Dylan-fan. En op 12, 13-jarige leeftijd stond in de krant, hè, dat de Les Walsh kwam. Maar het zei me niks, de band. Maar daar kwam Bob Dylan. Dus voor die kwartiertje ging ik naar, toen nog het casino, ging ik naar die film kijken. Als 12, 13-jarig fantje. En toen zag ik voor het eerst de band. En ik was werkelijk helemaal blown away. Flabbergasted. Ja, flabbergasted. Het was zeg maar de muziek, de muzikaliteit van de bandleden, de harmonieën, het zijn hele mooie harmonieën. En iedere keer merk je dan als Lee van zijn teksten zong, hè, de anderen waren Canadezen en hij had echt zo'n beetje zijn Southern accent. Ja, precies. Alabama toch? Alabama? Ja, of Arkansas. Arkansas. Ja, Arkansas. Arkansas. In ieder geval, die combinatie was natuurlijk fenomenaal. En Les Walsh, ja, je kent de film, Paul? Ja. Wat daarin opviel was natuurlijk de grote hoeveelheid beroemde artiesten die daar eigenlijk belangeloos aan meededen. Ja, ja. Kun je nog een paar dingetjes herinneren waarvan je zegt van nou, dat vond ik wel een te gek optreden tijdens de Les Walsh? Niet specifiek, maar wat specifiek was natuurlijk, was Leven, weet je wel. Ja. Dat was het idee van, die combinatie van het zingen. En je merkt... Als, want Robbie Robertson heeft de meeste nummers geschreven natuurlijk van de band. Was als leider van de band, maar heel veel mensen zagen Lee Van eigenlijk ook als leider van de band. Natuurlijk, de zanger is altijd, ja. Weet je wel, ook al ben je drummer, zoals ook Phil Collins. Ja, precies. Weet je wel, zanger-drummer in die tijd van Genesis. Ja, ja. We hebben toch ook nog eens een Nederlandse drummer gehad, van Vitesse of zo? Ja, En zong toch ook? Jazeker. Ja, hè? Zeker. Dat was, maar het is niet veel voorkomend. Nee, en dan wordt zo'n drummer wordt dan de leidende factor in zo'n, ja, in ieder geval het centrale punt. Het centrale punt van zo'n groep, weet je wel. Dus dat, nou, we hebben een paar beelden staan van de Les Walsh. Laten we er even naar kijken. Laat zien. Friend,
What about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, or won't you stay and keep her Anna Lee company? Yeah. Take a load off, Annie. Take a load for free. Take a load off, Annie. Annie. Right on me. Goed, we hebben dit gezien, ja, blijft fenomenaal. Overigens, het camerawerk is natuurlijk ook briljant, hè, van de Martin Scorsese, de regie. Tuurlijk. Het, ja, dat is mooi. Ja, nog. Is nog trouwens de film van Rolling Stones nog geregistreerd, hè? Ja, klopt, ja. Trouwens, ja. Ja, ja. Ja, mooi man. Ja, ja, nou, zeker. Ja. Overigens, even terzijde, maar Robbie Robertson heeft toen die vriendschap met Martin Scorsese is daar ontstaan en heeft toen nog heel veel filmmuziek geschreven, overigens, voor Martin Scorsese. Ja. Nou, dat wist ik dus helemaal niet. Ja, nou. Robertson, ja, Lee Van Helm, potverdrie, het is jammer dat hij het niet meer is. Het grappige is, als je zeg maar deze beelden ziet en de spirit ziet, hoe die band zich heeft gevormd, zij namen eigenlijk op het hoogtepunt afscheid. 1976. Ik bedoel, als band. Ja. Net voor, toen ze het eerste contract tekenden, overigens was het wel grappig, was bij Capitol Records. En toen noemden ze zichzelf de Honkies of zoiets dergelijks. Of de Crackers of de Honkies. En toen, daar vonden ze natuurlijk geen naam. En toen kwam music van Big Pink uit. Toen zeiden ze, nou laten we het maar gewoon The Band noemen. The Band, oké. Okay, ja, The Band. Zo is het eigenlijk ontstaan. The Band van, eigenlijk van Dylan. Maar goed, nou, laten we nog een stukje kijken van Les Walls. Heel graag. It fell. It's a time I remember oh so well. The night they go Dixie down, when all the bells were ringing. The night they go Dixie down, and all the people were singing. What you need and you leave the rest, but they should never have taken the very best. The night they go home, they sit down when all the bells. Nou, The Night They Drove All Dixie Down. Prachtig nummer, Paul. He? Zeker, zeker. Waarin Lieven heel goed naar voren komt. Ja, en zeker. Toen stopte het. En toen is hij, zeg maar, solo albums gaan maken. En in eerste instantie, ik heb hier een album liggen, Paul, met de All Stars. Ja, hier had hij toch natuurlijk wel een aantal hele grote artiesten die hem hielpen met zijn zeg maar, album. Zijn solo album. Ook allemaal bekende ook, hè. Donald Duck Dunn. Ja, bekend. Was de bassist van de welbekende film The Blues Brothers. Ja, ja. Steve Cropper, gitaar. Gitaar, ook van de Blues Brothers. Blues Brothers, ja. Soundtrack Blues Brothers, ja precies. Dr. John, ja. Zie ik hier staan. Recentelijk nog een album uitgebracht overigens, mooi. Booker T. Booker T, ja prachtig man. Booker T. Ja. En kijk, Paul Butterfield zie ik er ook nog bij staan. Ja, want, ja. Ja precies, het zijn de iconen die
gebracht hebben wat wij nu weten, weet je. Ja. Want het zijn er wel de grondleggers van, ja. Uiteindelijk de grondleggers van... Van de muziek eigenlijk, van de popmuziek. De popmuziek, ja, ja, precies. Ja, briljant. Het leuke is dat op een gegeven moment, maar dan zeg ik dan nu even uit mijn hoofd, Ringo Starr heeft ook op een gegeven moment zo'n all-star band geformeerd. En daar speelde Lievenhelm in mee. Ja, zeker, met twee speelden ze. Ja, ja. Nou, we gaan nu eigenlijk eens even naar een stukje kijken. Fragment van Lievenhelm met bekende drummer van Bruce Springsteen. Max Weinberg. Max Weinberg. Max Weinberg. Wat was dat? Wat is dat voor een drummer, Max? Ja, Max is zo'nzelfde drummer als Lievenhelm is, maar Max is meer de Rob, weet je wel. Meer vooruitspelend. En, ja, ja. En de drummer van de E Street Band van Bruce Springsteen. Ja. Er is geen andere drummer die daar bij zou passen. Zijn zoon. Zijn zoon speelde toen Max Weinberg een bekende tv-show deed als bandleider. Ja. Ja, in inderdaad. Amerika. Ja, van Letterman toch, of niet? Nee, ik ben de naam even kwijt. Ik ben ook weer kwijt. Maar ik snap het, ja. En dat is iemand die meer vooruit speelt. Het is rock en het is vierkant. En Lievenhelm was meer van achterover hangen. En, ja, een beetje... Het is met gevoel als dat je de vinger op kan leggen. Dat is, ja, maar dan is het hartstikke leuk om even naar dat fragment te kijken. Twee heel gek. Hele mooie drummers. Gek, gaan we doen. Oké. Okay. Top. Name is Short Fat Fanny. One day when I was drinking in the Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny, and she sure looks well. She told me that she loved me, she'd never leave me. She put her arms around me and gave me fever. She mine to the booty, I love that girl so. Watch me like a hound, I'll be everywhere I go. Whenever I'm around on my P's and Q's, she might step on my balloon sway. Jim Dandy to the rescue. Short, fat, fanny, she's my horse's eye. Got the kind of love that set my soul on fire. Honey, we got married on Blueberry Hill, and now we so happy and our love is still. De jaren verstreken en we komen in de jaren, want eind jaren 90 ontstond er keelkanker bij Lievenhelm. Juist. En ja. Nou, daar heeft hij natuurlijk heel veel last van gehad. Uiteindelijk ging het weer wel beter, midden jaren 2000. Het kwam toch weer een beetje terug. Je merkte dat zijn stem helemaal weg was, ja. En dan weer terug. Ja. Nou ja, 2012 heeft hij nog gespeeld. Regelmatig, want dan speelden ze de Midnight Ramble Sessies. Precies. Hartstikke mooi. Dat was... In zijn studio, toch? In zijn studio. Achter de studio, in de barn. Ja, ja, geweldig, hè?
En gewoon een feestje maken, iedere zaterdag geloof ik, of zondag. En dan kon men gewoon naartoe rijden en dan zag je geweldige muzikanten. Ja. Die dan zomaar voorbij kwamen en mee gingen jammen. Is dat mooi eigenlijk. Dit is dus het meest pure wat er is. Ja, weet je, geweldig. Niet van, for friends sakes ja. Eigenlijk. Hè? Ja. Ja, Engels ja, maar zo is het. Maar for friends sakes. Dus ja, ja, we gaan nou ook nog een stukje zien van het laatste interview van Lee Van Helm. Zeker. Op de Amerikaanse televisie, februari 2012. I was listening to the song Feeling Good on Dirt Farmer. And yeah. You know, I guess if you had sung that maybe 20 years ago, we spent all the money in the world on feeling good, we might have thought about weed or yeah. Whiskey. Now yeah. It's radiation, isn't it? Sometimes that's the top of the list, yeah. How is your health? My health right now seems to be pretty good. I'm not the poster boy for good health, but I'm not doing too bad. I've still got the energy to make music, so long as I can do that, I'm great. 2 hours at least, knocking it on so. The drums pretty yeah. Straight. That yeah. That takes yeah. A lot. Well, I got Randy Scherlante up there helping me, so you know I've got lots of help. You were diagnosed, I think, 1997 uh-huh. With cancer of the vocal cords. That's right. You had a big battery of radiation. Right. And then essentially lost your voice. Talk about the process of getting your voice back and what it was like listening to a new Lee Van Helm. Well, you know, tonight is a good example. Last week, my voice was pretty much there. Tonight, it lasted about a song and a half and started going funny on me. And that's when Larry and all the other musicians, Amy, Teresa, they all come to the rescue. Brian Mitchell's got a great solo voice. So I just kind of back up a little and let the show roll on. It must be great having that support crew. Oh, I couldn't make it without it. Goed, mooie beelden, memorabele beelden. De laatste beelden zeker, van Lee Van Helm. Zeker. Paul, jij gaat zelf nog binnenkort ook in de Bos spelen. Her en der. Met genoegen zelfs. Ga je dan nog iets van Lee Van Helm spelen? Iets van de band spelen? Ik wil eigenlijk wel eens een keer, als ik mijn Bos speel, dan ga ik je uitnodigen. Ja? Als de enige echte Dylan fan die ik ken. En dan doen we gewoon de weet. Oké. Okay. Whatever it takes. Oké. Okay, om het maar in het Engels af te sluiten. Ik voel me zeer vereerd, maar we zullen er iets moois van maken. Je weet het, hè? Ja, ik ga mijn best doen. Super. Hey, hartelijk dank voor de komst naar de studio. Met genoegen. Zeer gewaardeerd. Met genoegen. En heel genoegen. Fijn dat Paul ons heeft geholpen. Dankjewel. In deze tribute to Lee Van Helm. Super, dankjewel. Dit was ons eerbetoon aan de overleden zanger en drummer van de band Lee Van Helm. Op 19 april 2012, op 71-jarige leeftijd, overleden aan keelkanker. Graag wil ik nog bedanken, in het bijzonder Jan Seelen,
die bereid was om dit in elkaar te draaien met mij. Om dit idee, wat ontstaan was om 1:30 s'nachts, om dit te volbrengen. Jan, hartelijk dank. Tegen de kijkers thuis zeg ik hartelijk dank voor het kijken naar dit eerbetoon van een muzikaal genie, Lee Van Helm. Graag zie ik u volgende week weer terug bij een aflevering van In Gesprek Met.